Een wedstrijd met weinig hoogtepunten. Dit is Maas. Die stuurt Jansen de diepte in. Die is snel op z'n oude dag. Kijkt goed. Geeft voor. De Gier niet. Latuheru. Van de lijn gehaald. Latuheru nog een keer. Daar komt Van Utrecht. Dat is een overtreding. Dit hoeft niet meer. Er is gefloten. Voor scheidsrechter Buiting. Strafschop. Maas meldt zich. Die heeft al twee keer eerder vanaf deze positie mogen scoren. Dat lukt hem twee keer, dat lukt hem ook nu. 1-0 voor NEC na 11 minuten spelen. Daarna werd Cambuur wat gevaarlijker, ook in de tweede helft. Maar dit is Maas, die oprukt. Daar komt De Gier, de lat. NEC wint met 1-0, blijft 11e. Cambuur is nog niet tegen 13 dan. De winnaar neemt afstand van de gevarenzone. Maas stuurt Jansen de diepte in. Die gaat daar mooi langs het lijntje. Kijkt De Gier niet. Latuheru. Berhalter van de lijn. Latuheru in de herkansing. En hey, daar kwam Van Utrecht. Dit hoeft niet meer van Renfrew. Want scheidsrechter Buiting heeft gefloten voor een strafschop. Maas heeft er al twee ingeschoten vanaf 11 meter. Wordt dit zijn derde? Jawel. 11e minuut. 1-0 NEC. NEC begon beter aan de wedstrijd, maar na een half uurtje werd Cambuur gevaarlijker. Vooral via dode spelmomenten en via duo Dijkhuizen van der Heijden. Hier Dijkhuizen op Van der Heijden, maar zijn vizier staat niet op scherp. Het was geen geweldige wedstrijd. Zij kregen nog de meeste bijval van het publiek. Tweede helft met Maas. Die komt graag op. De Gier. De lat. NEC wint met 1-0. En Cambuur is nog niet helemaal veilig.